De vakbondcentrale C47 beschuldigt de regering van nalatigheid in het ondersteunen van de bevolking. De benzineprijs is binnen 2 tot 3 weken al meerdere keren gestegen en heeft momenteel recordhoogtes bereikt, met prijzen voor unleaded van rond 43 SED per liter. Als de regering niet direct met begeleidende en compenserende maatregelen komt, zal deze situatie volgens de vakbond alleen maar erger worden. C47 zal daarom met haar lidbonden overleggen over hoe deze situatie aangepakt kan worden. De afgelopen maand zijn de benzineprijzen 10 SRD tot 12 SRD gestegen. Dit heeft een enorme impact op de koopkracht van huishoudens, aangezien benzine een belangrijke rol speelt in transport en de productie van goederen en diensten. Dit heeft directe gevolgen voor de consumentenprijsindex. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen heeft de regering niet gereageerd en geen directe begeleidende of compenserende maatregelen genomen. Dit betekent dat de samenleving onvoorbereid is achtergelaten en geen steun krijgt om deze crisis het hoofd te bieden. Het C47-bulletin stelt dat hij beslissingen die zo'n grote impact hebben op het dagelijks leven van burgers, een fatsoenlijke regering de bevolking moet begeleiden en ondersteunen. De bevolking, met name de werkende klasse, wordt momenteel aan hun lot overgelaten. C47 vakbonden zijn momenteel aan het onderhandelen met bedrijven en instellingen om de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Deze onderhandelingen worden geleid door de kosten van levensonderhoud en de economische situatie. Door het gebrek aan controle op de prijzen worden loonsovereenkomsten waardeloos. Vakbonden hebben geen andere keuze dan hun werkgevers aan te spreken voor ondersteuning, maar de regering speelt hierin een cruciale rol die momenteel wordt verwaarloosd.